Hey, hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben Bart uit Almelo en vandaag neem ik even waar voor Wesley. Hij had vorige week aangekondigd dat hij naar de Walibi Friday Nights ging en dus geen nabeschouwingsvideo zou maken van de wedstrijd Feyenoord tegen AZ gisteren. Dus ik neem het voor een keertje waar. En nou, jullie hebben het waarschijnlijk al gezien. We hebben gewonnen met 3-2 van AZ en dat is gewoon echt heel erg belangrijk. Ook zeker na de teleurstellende klassieker van afgelopen woensdagavond. Echt, ik geef ook eerlijk toe, ik was echt kapot. Kapot. Maar goed, ik heb mezelf weten te herpakken en nou, het liep toch nog goed af gisteren. Dus 3-2 gewonnen. Ja, eerst stonden we op 0-1 achterstand. Hè, AZ door Troy Parrott. Nou, vervolgens kwam in de tweede helft door Müller-Wülfe een eigen doelpunt. Dus stonden we op 1-1 gelijkspel. En 2 minuten later, Ivanušec maakte de 2-1. Nou, en in de slotfase kwam Osman nog met de 3-1. En dan maakte Meerdink van AZ aan het eind nog de 3-2. Maar goed, we hebben gewonnen. Daar gaat het om. En zo houden we onze club weer lekker op dreef. Dus 3-2 is het geworden. Vierde plaats staan we nu. Ga ik ook nog snel even langs alle andere wedstrijden die dit weekend zijn gespeeld. Fortuna Sittard won met 3-0 van Heerenveen. Ja, de andere belangrijke topper, 0-20 tegen PSV. Nou, dan hebben de 0-20ers gewonnen met 3-2. Hebben ze de overwinningsreeks van PSV eindelijk eens even een halt toegeroepen. Mag ook wel een keer. In mijn thuisstad Almelo won Heracles met 2-0 van NAC Breda. En mijn Enschedeze collega's, FC Twente, heeft met 0-1 gewonnen van Willem II uit Tilburg. Dat was ook gisteren. Nou, en vandaag zondag, RKC Waalwijk won met 2-0 van Almere City. FC Utrecht won bij Sparta Rotterdam 1-4. NEC Nijmegen die boekte een monsterzege van maar liefst 6-0 tegen FC Groningen. En tot slot Go Ahead Eagles tegen PEC Zwolle 2-2 gelijkspel. En daarmee is het voetbal van dit weekend afgelopen. Ook is zojuist de Formule 1 afgelopen. Max Verstappen heeft de Grand Prix in Brazilië gewonnen. Dus dat is ook een applausje waard. Dat is eigenlijk het voetbal voor nu. Ja, wie was voor mij de man van de wedstrijd? Nou, dat was echt wel Ivanušec. Hij doet het echt fantastisch met zijn 2-1. En, ja, en de nieuwe Osman, die mag er ook zijn. En ja, eigenlijk mag iedereen er wel zijn hoor. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Van de eerste helft, ja, het was slordig. Wel slordig, echt de eerste helft. Maar de tweede helft was gewoon echt stukken beter. Echt doelpuntenregen, ja, daar hou ik gewoon van. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Nou, dat was het even voor het voetbal voor deze week. Wesley zal het stokje weer van me overnemen voor volgende week. Maar goed, eerst ja, aankomende woensdag. Woensdagavond Champions League wedstrijd speelt Feyenoord tegen RB Salzburg uit Oostenrijk. En daarna komt op ja, de volgende zondag, 10 november om 11:15 in de middag, dan gaat Feyenoord naar Almere toe. Dus we gaan het allemaal zien wat het gaat worden. Ik hoop dat Feyenoord natuurlijk wint van Almere. Nou ja, Almere die staat eigenlijk ja, op de ene laatste plaats. Dus dat gaat echt wel lukken. We hebben echt een hele inhaalslag te verwerken. Dus, en ik denk van hoe het nu gaat hè, met Justin Bijlo erin. Echt een hele goede set. Dat gaat gewoon goed komen op den duur. En ja, wie vonden jullie de man van de wedstrijd? Laat het weten in de reacties. En nou, jullie kunnen achter mij zien hangen boven het schilderij van, ja, van mijn idool John de Wolf. Hangt een nieuwe sjaal. En dat betekent inderdaad, deze video is nog niet afgelopen. Ik laat nog heel gauw even zien wat ik in de maand oktober heb verzameld. Dus, en dat gaat weer onder begeleiding van muziek. En dan houdt de video ook op. Ik bedank jullie alvast voor het kijken. Nog veel plezier met de spulletjes. En graag tot de volgende keer. Hoi!
vinden we niet raar, dat vinden we alleen maar heel bijzonder.